Ja, naar Bottenberg aan de vooravond van de World Masters. Ben je er klaar voor? Zeker weten. Je hebt natuurlijk het Dutch Open gewonnen, daarna iets minder wdf gespeeld. Je bent natuurlijk nog wel naar Antwerpen geweest. Zal er nog even inkomen zijn? Ja, waarschijnlijk wel. Maar uh, we gaan het wel zien. Uh, als het gevoel goed is, dan uh, moet het wel goed komen. Wat zijn de verwachtingen voor jezelf, de World Masters en de World Open? Ja, sowieso eerst even de, de groep doorkomen. De uh, World open is nog niet zeker voor die speel, want mocht ik uh, bewijs van niet de halve finale van de Wimars, halen, halen dan vlieg ik vrijdag naar Engeland om daar nog uh, vier de toe te spelen en misschien daardoor nog de op de maandag. Jeugdweekkaart is een beetje afhankelijk van je prestaties. Vorig jaar heb je het laatste weekend van de veld he tour heel goed gedaan. Is er nog een logistieke uitdaging dan met keuzes? Wat ga je wel? Wat ga je doen? Dan heb je verschillende plannen klaarleggen? Nee, ja, we gaan gewoon zonder verwachting heen en uh, alles of niks. Uh, vorig jaar ook gedaan toen al op de laatste toer een uh, halve finale plaats en uh, daardoor nog geplaatst. Dus uh, dit jaar zal er iets meer voor moeten gebeuren, maar uh, we gaan het zien. Dus, uh. is dat nog een uitdaging dan? Want je hebt ook nog de World Masters. Zit je er niet op dubbele gedachten steken? Nee, want eerst de World Masters. Ja, mocht hij uh, da daar niet de halve finale kunnen halen, dan uh, zijn de pijlen gericht op de Velmen toe. En misschien dan hopelijk nog het WK. En zo niet, dan uh, volgend jaar nog geen poging waren. Want nu is eerst natuurlijk het grote doel weer terug naar Lakeside en daar het beter doen dan vorig jaar zoal de bedoeling. Ja. Vorig jaar één rondje gewonnen en uh, dit jaar hopelijk minimaal twee. En blijf je dan wel tussen de rondes door daar? Ja, dit jaar blijft de kleine man thuis. Ja, dan uh, schildert wat kilometertjes. Ja, nou heel veel succes.